Dag Christine, dag Ot, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier in het gebouw van het Leger des Heils in Middelburg. Ja. Daar ben ik niet zo vaak geweest, dus dat vind ik sowieso wel interessant. Maar Christine, jij bent de majoor van het Leger des Heils in Middelburg. Ja, en dat is... samen met mijn man. Oké. Ja, nou Ot, jij bent al een paar keer voorbij gekomen. Jij bent de initiatiefnemer van de actie Middelburg Helpt. En wat ik al grappig vind, dat zei ik ook net tegen jullie. Jij hebt een Noorse achtergrond, daar ben jij geboren. Maar je woont al 19 jaar in Middelburg. Klopt. En Christine, jij bent Duits van oorsprong. Ja, ik ben Duits van oorsprong. Hoe gaat het ermee, Ot? Want je bent daar nu 4 weken mee bezig, zoiets, of 3 weken? Het begint eigenlijk best goed te gaan. Nu is er ook meer grote, net als ABN AMRO ging of zo. Oké. Natuurlijk hebben we wel aanvragen binnen, bij wijze van spreken bij de gemeente en bij de provincie. En daar wordt nog steeds op antwoord. Maar het gaat ook goede kant. Ja, en er zijn ook 9 restaurants die meedoen in totaal. Ja, klopt. Allemaal in Middelburg. Ja. En kan je nog even heel kort het concept, want je helpt de horeca, maar het gaat ook om mensen die het wat minder breed hebben op Walcheren, om die ook te helpen. Dat is het idee, hè? Dat is het idee. Het idee gaat is als volgt. Wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te zamelen. En dan krijgt de restaurants een opdracht om een diner te maken voor €15. En Leger des Heils geven we dan uit naar mensen die het nodig hebben. En op die manier dan steunen we ook de lokale horeca. Maar we helpen ook die mensen die het dat nodig heeft of een lichtpunt nodig heeft in deze donkere. Ja, en Christine, daar weet jij ongetwijfeld meer van dan ik. Want ik vroeg al net, is hier ook nog een dakloze opvang? Dat is niet meer in Middelburg. Nee, dat is niet zo. Nee, maar nee. Hoe is het met de armoede in op Walcheren en in Vlissingen en Middelburg? Ja, de armoede is vaak zo dat je het niet ziet. Die zit achter de deuren. Ja. En iemand wil ook niet zo gauw een stempel krijgen van, ik heb het niet zo rijk. Ik moet elk dubbeltje omdraaien. Ja. Dat willen mensen niet weten. De echte armoede mensen. Die willen doen alsof alles goed is. En daarom is het best wel even lastig om aan mensen te komen die een stuk eenzaamheid beleven. Rond de feestdagen. Contact hebben met, en nu helemaal met de corona. Ze mogen nauwelijks bezoek ontvangen. En ze zitten dan alleen soms in hun eigen omgeving. En dan is het heel belangrijk dat zij ook weten, daar denken mensen aan ons. Ja. En dat willen we eigenlijk door die actie ook nog eens zeggen. Er wordt aan je gedacht. Ja. Maar dit gaat echt om een feestelijke maaltijd. Hè? Dus, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Stel nou dat er een gezin is die het inderdaad niet breed heeft. Hoe kunnen ze zich hier dan voor aanmelden? Ze kunnen mij bellen. En ik heb dan en op de computer en op een schrift. Want ik vind het dubbel altijd goed. Ene kan wegvallen of afbranden. Ja. Heb ik dan de namen en een telefoonnummer. En meer hoef ik eigenlijk ook niet te weten. Want we willen vragen of de mensen het zelf hier komen ophalen. Dan heb ik dus contact met de restaurants via Ot. En als het hier gebracht wordt en ik heb bijvoorbeeld 20, 25 of 30 maaltijden tegelijk. Nou, dan kan ik 30 mensen verwittigen van uw maaltijd staat hier klaar, kom het maar halen. Ja, precies. En sommige mensen hebben geen auto. En in dat geval, per uitzondering willen wij het ook brengen. Maar dat is niet eigenlijk de bedoeling. Nee, dus, we kunnen niet zoveel mensen met onze vrijwilligers. Jullie zijn geen bezorgdienst, nee, dat is ook zo. Ja, ja. We hopen natuurlijk dat we ook in januari, februari en maart ook gaan rollen. Ja. Het is donkere dagen, niet alleen maar voor die mensen, maar ook voor de horeca. Dus, ja, dus het is eigenlijk een blijvende actie. Het is niet alleen voor de kerst, het loopt ook gewoon volgend jaar door. Ja. Ja, en dus en een gift van €5 is welkom, maar ook van een groot bedrijf die zegt, nou wij hebben wel €500 ervoor over, alles is welkom. En ik begreep dat het beheren, en wat mensen, dat is toch even een, niet iedereen kent jou misschien zeggen, is dat nou van een motorclub? Nou ja, daar ben je, maar jullie zijn een goede motorclub. En hey, aardige jongens, lieve jongens, nee, maar jullie zijn erg betrokken hierbij. En, maar het is wel zo dat de stortingen die binnenkomen, dat wordt beheerd door het Leger des Heils? Of, nee, wordt beheerd door SEM. Oh, de stichting, precies. Middelburg. Klopt, ja, dat is waar, ja. Ja, en dat, nou ja, in de stichting dan heb je altijd alle dingen zijn dan geregeld. Ja. Dus ook voor je eigen veiligheid, hè?
Dat je weet, daar wordt het goed beheerd en die betalen dan ook de restaurants en zo. Dus dat is een goede tussenkomst. Nou ja, het is gewoon een prachtige actie. Het is mooi dat jullie dit doen met z'n tweeën. En ik hoop dat er nog veel mag binnenrollen dan. En dat, iedereen... dat mensen zich aanmelden die misschien ook iemand weten in hun buurt. Stel, je hebt een oudere dame in je buurt wonen waar je weet, daar komt nauwelijks iemand. Nou, spreek eerst met die persoon. En meld haar aan bij mij. Precies, heb je toch nog een mooi gebaar. En mijn telefoonnummer geef ik straks wel aan. En dat zal ik erbij zetten. Dat gebeld worden. Nou, uitstekend. Dank jullie wel voor de toelichting en veel succes met vervolg. Ja.